Paul Somohaar, de voorzitter van Percaya Luhur, zegt dat zijn partij altijd een bona fide partij is geweest. Hij reageert daarmee op de laatste opiniepeiling van onderzoeksbureau Nikos. Volgens deze peiling zou PL haar zetel, die zij in 2015 in Paramaribo heeft gehaald, anno 2019 verliezen. Het Nikos geeft ook aan dat bijna de helft van het aantal kiesgerechtigden nog niet weet op wie zij haar stem zal uitbrengen of als zij naar de stembus gaat. Van dat deel dat het wel weet, zou slechts 0,5% zijn stem hebben uitgebracht op de partij van Somohaadjo. Peiling op peilingen, ja, het is altijd de plank misgeslagen. Ja, kijk maar, men had voorspeld dat PL nooit één zetel zou halen of twee zetels zou halen. Als het aankomt, zijn wij stabiel op 5 of 6 zetels. Altijd, vanaf het begin. En Paramaribo vooral. Paramaribo hebben wij een basis één zetel. Vanaf de start, vanaf het begin van de PL, in de jaren 70, jaren 80, hè, militaire tijd, jaren 90, hè, 2010, 2015, altijd hebben we één zetel. Met of zonder samenwerken. We hadden samenwerkt met het Front, hadden we één zetel. We hadden samengewerkt met de V7, hadden we één zetel. We hadden alleen gaan in de jaren 90, hadden we ook één zetel. 2010 hadden we ook één zetel met bijna een aantal van, dicht bij de 10.000. Met andere woorden, we hebben een basis. Onze partij is een bona fide partij. Onze partij heeft leden die wij registreren. Somohaadjo zegt verder dat de PL zelf haar peiling houdt. Die peiling is niet afhankelijk van derden en wordt ook niet van buitenaf beïnvloed, benadrukt Somohaadjo. Dat gaan we niet laten doen. We weten precies hoeveel aantal leden wij hebben in Paramaribo. Straat voor straat. We hebben een analysecommissie. We hebben ook kunnen laten zien bij elke organisatie, groot of klein, bij Massamiti Paramaribo, in Kongowijnen, in Wanica, overal. En wordt live uitgezonden. Met andere woorden, iedereen kon het zien, meemaken hoe groot de partij is. Met andere woorden, PL, die stoomvoeters alleen, die geregistreerd alleen, is gegarandeerd voor één zetel. Dus het verhaal van de profetter, dus dat wij 0,5% halen, en dat lijkt fake te zijn. Het slaat niet op ons. Op de andere partij ga je niet bemoeien. Maar op ons slaat nergens op. Ja, want het is ook over de hele wereld, heb ik voor het eerst meegemaakt, dat een opiniepeiler lid is van een partij. Percaya Luhur voorzitter Paul Somohaadjo. Hij sprak op een gisteren belegde persconferentie op het PL-hoofdkwartier te Beekhuizen. Hij is namelijk niet te spreken over het resultaat van de laatste opiniepeiling van het onderzoeksbureau Nikos.